We gaan dus zo'n schone grote schotel, gelijk als de echte mama, naar voren schuiven. Hè, met strikjespasta in, gebakken balletjes van kip en ook zo andijvie aan gestoofd. Met wat gaan we beginnen? Met de balletjes. En ik heb gehakt van kip. En waarom van kip? Ja, omdat ik dat lekker vind. Meestal is het gehakt van varken en van kalf of zelf lam. Maar kip is heel lekker. De kindjes lusten dat ook supergraag, want dat is echt zo een familierecept, hè? Deze hier. Zo strikjes pasta. Je wordt daar ook happy van als je dat ziet, hè? Maar we gaan het gehakt toch nog gaan extra smaak aan toevoegen. En dat is heel gemakkelijk door peper en zout natuurlijk. Maar ook een beetje verse kruiden. Look schillen. En door de pers. En look is gezond. De kinderen mogen dat zeker eten. Gracie eet ook af en toe een heel klein teentje look al in haar eten. Dus gezond, hè? Eigenlijk begin ik zo met alles een beetje te experimenteren, behalve met peper en zout. Ik doe er eigenlijk geen, wel verse kruiden, maar geen droge kruiden. Ik weet niet waarom. Maar liever zo, ja, met verse ingrediënten allemaal. Twee teentjes look. En het zijn eigenlijk geen tenen, maar het zijn al dikke tenen, hè. Voilà. Jepla. Wat gaat daar nog bij? Bieslook en dat mag een halve bot zijn, hè. Zeker. En ik neem nu bieslook, maar dat mogen alle verse kruiden zijn, hè. Dat mag dragon zijn, peterselie, rozemarijn. Maar rozemarijn gaat er wel heel, heel fijn moeten snijden, want dat is zo wat harder, hè. Maar uiteindelijk, als je geen verse kruiden hebt, dan mogen daar gedroogde kruiden ook bij. Je hebt dat nu ook allemaal droog, peterselie, oregano. Maar dan moet je er natuurlijk veel minder van bij doen, hè? Want anders zou dat wel kunnen een heel straffe smaak hebben. Voilà. En dat gaan we onder elkaar mengen. En daar moet eigenlijk niet veel extra bij. Geen eieren, geen chapeluur. Gewoon puur gehakt met een beetje look. En met bieslook. En dan gaan we daar allemaal zo van die kleine balletjes van maken. Daarvoor ga ik mijn pan al opzetten. Met een stukje boter. En dan gaan we ze allemaal mooi gaan aanbakken. Je zou ze eigenlijk ook kunnen in een bouillon gaan koken. Dus dan zet je een grote pot op, gelijk als die pot hier voor de pasta. Water in en dan ga je dat ook een beetje kruiden aan toevoegen. Hè. Tijm, laurier, peper en zout. En dan maak je die balkjes en dan laat je die daar zo inglijden. En als die naar boven komen gezwommen, dan zijn die klaar. Dan schep je die af en dan doe je ze op het einde bij. Hè. Maar ik ga ze hier bakken, omdat als je bakt, ja, heb je toch zo dat korstje en nog extra smaak eigenlijk. Hè. Voilà. Dan allemaal zo balkjes erbij. En dat moet niet perfect zo het balkjes vormen. Van mij toch niet. Zo kleine hoopjes. Mag ook. Als ze maar lekker zijn. Dat is het belangrijkste. Dat is iets dat ik vroeger graag deed, hè. Bouletjes maken. Mijn grootmoeder maakte elke zondag tomatensoep met balkjes. Echt waar. En als we dan op bezoek waren, dan mocht ik die balkjes maken. Die waren mooier als nu trouwens. Dat was zo, hè, tussen de handen. Maar ik vind die zo eigenlijk ook al mooi. De eerste ga ik al eens omdraaien. Kijk eens, die hebben al een mooi korstje. Hè. Ik kan die al wat dichter bij elkaar schuiven om plaats te maken voor de rest. Oké, het is hier een beetje duur.
duwen, maar het lukt wel. Zo. Defelietse, zo die ongelijke balkjes. En nu gaan we dat blussen met de 400 ml bouillon. En je laat dat maar schoon sudderen. Dat is nu zo, precies zo wat een soep, maar je moet dat schoon laten inkoken. En dan heb je een fantastische smaak. Andijvie, en die ligt in mijn koelkast. Kom. Een andijvie ziet er zo uit. En je hebt zo die buitenste donkere blaren, die zijn wat bitter. Maar van binnen zitten zo van die heel frisse, jonge blaadjes. En die zijn zoeter. Dus die binnenste, die ga ik rauw laten om ze op het einde in de sla mee te mengen. We gaan het hart uitsnijden. En dat doe je best zo langs de achterkant. En dan komen al die blaadjes los. Zo. En dan neem ik die binnenste, echt zo die mooie gele, die houd ik voor straks. Zo. En de rest wassen, hè. Dan gaan we die fijn snijden en ik ga al een pan op het vuur zetten en daar al zo een klein ajuintje in laten stoven met een beetje boter. Dat is zo altijd lekkerder, vind ik. Je kunt ook gewoon je andijvie fijn snijden en in boter, maar zo met dat ajuintje bij. Dat is altijd lekker, hè? Dat is lekker bij boontjes, bij wortel, bij alles. En we hebben geen ajuin in de balletjes gedaan, dus dan mag hier wel een ajuintje bij. Voilà, schoon fijn snijden. Zo, een keer roeren al, zodat die boter mooi rond ieder stukje ajuin is. En dan de andijvie. Legt zo allemaal blaadjes opeen. Klein beetje toerollen. En zo is dat gemakkelijk om die dan fijn te snijden. En dan mag dat bij de ajuinen. Hè. Mooi stoven. En eigenlijk is dit een basis. Hè. Je zou het kunnen met prei doen, je zou het kunnen met selder doen zelf, met witloof. En ook je gehakt, dat mag gelijk welk gehakt zijn. Dat mogen ook stukjes worst zijn of zo'n chipolata. Dat je in stukjes snijdt en bakt. Allemaal heel lekker in zo'n pasta. Zo, en die andijvie, dat is zo'n beetje gelijk als spinazie. Hè. Je hebt daar een massa van en dan... Ja, slinkt dat weg als sneeuw voor de zon. Maar kijk, toch hebben we de groente binnen. Oké, laat dat maar rustig gaan. En dan gaan we de pasta koken. Hè. Pasta waar dat je... Ja, ik vind dat super grappig. Ik word daar echt wel happy van zo'n strikjes. Pasta koken altijd in een grote pot met water en ongeveer 100 gram per persoon. Ik ga dat hier in handen doen. Voilà. Daar een klein beetje olie in doen, omdat ze niet samen zouden kleven. Goedkope olie en niet dure olie gebruiken om dan straks te gaan afgieten in de wasbak.
En ook nog een beetje zout. Een theelepel. En dan moet dat ongeveer 5 minuutjes koken. Hè. Al dente, hè. Pasta niet zo plat gekookt. Oké, wat gaat hier nu nog bij? Oh, je zou kunnen een witte saus maken, hè, hoe dat ze dat noemen. Een bechamel. Maar eigenlijk veel sneller is roomkaas. Of je zou kunnen verse geitenkaas ook gebruiken. En dan heb je ook ineens ja, een smeuïge saus eigenlijk. Nu, roomkaas, dat wil zeggen zachte smaak. Dat wil zeggen dat we moeten gaan kruiden. Hè. Peper, zout en muskaatnoot. Zo. En als dat mooi gesmolten is, dan heb je heerlijke andijvie. Want andijvie is toch zo'n beetje bitter. Dus dat gaat toch die bittere smaak een beetje gaan wegnemen. Kijk eens, ziet dat er niet lekker uit. Hoe zit dat hier met onze strikjes? Warm. Ha! Ja, al dente. We kunnen afgieten. Ik laat die eerst uitlekken, maar dan doe ik die direct weer in de pot. Andijvie mag erbij. Dat gaan we al eens goed onder elkaar mengen. Kijk, daar is niks droog aan. Hè. Hop. Zo, en dan gaat dat in een grote schaal. En dan de balletjes erover. En je ziet, hier is al een schone, rijke saus. Hè. Oh, fantastisch. Het ziet er toch super lekker uit, hè? Maar dat is ook super lekker. Kijk, en dan nog de rauwe andijvie. Ik ga toch een klein beetje zo mijn mes inzetten. Daar nog over. En nog gemalen kaas. En het is af, hè? Ik had beloofd, snel. Ja, gemakkelijk. Maar ja, toch. En worden daar gelukkig van? Ja, ik word hier toch heel gelukkig van. En ja. Heel goedkoop, hè? 2,60 euro. Dat is toch ongelooflijk dat we zo'n fantastische schaal eten en iedereen blij. Allee, ik ben toch blij. Als je het recept wilt, ik ben uw reddende engel. En het staat op vtmkoken.be. Geniet van deze maandagavond. Dag!